Ja, als je denkt over de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de samenstelling van de jaarrekening op dit moment, dan denk ik eigenlijk dat je drie ontwikkelingen kunt noemen die heel relevant zijn. Eén ontwikkeling is integrated reporting, meer geïntegreerde verslaggeving, waarbij er naast financiële informatie ook andere informatie over duurzaamheid, over milieuemissies, etc. Aan de orde komt. Dat is een belangrijke trend waar ook gebruikers steeds meer waarde aan hechten. Andere ontwikkeling is internationale omgeving. De internationale richtlijnen voor verslaggeving ontwikkelen zich. De International Accounting Standards Board in Londen, die richtlijnen opstelt voor beursgenoteerde ondernemingen, die heeft een aantal belangrijke projecten onder handen gehad. En die projecten hebben ook hun weerslag, of vinden hun weerslag, in de verslaggevingsregels voor Nederlandse ondernemingen. Dat is ook een belangrijke trend. Waarnaast ook nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe manieren van zaken doen, hun invloed krijgen. Denk even aan cryptocurrencies, denk aan meer duurzame waardeketens, etc. Die ook hun verslaggevingsaspecten oproepen. Nou, een derde belangrijke trend is de digitalisering van verslaggeving. Waar in het verleden een jaarverslag en een jaarrekening primair een papieren document was, zie je steeds meer dat die informatie elektronisch beschikbaar gesteld wordt en ook vervangen wordt door elektronische informatiebronnen. Andere belangrijke ontwikkeling is de verantwoording van leaseovereenkomsten in de jaarrekening. Ook daar heeft de International Accounting Standards Board een nieuwe richtlijn uitgevaardigd. En die nieuwe richtlijn is ook door de Raad voor de Jaarverslaggeving overgenomen. In die zin dat hier niet de principes voorgeschreven worden voor Nederlandse ondernemingen, maar dat die nieuwe manier van verwerken wel mogelijk gemaakt wordt en toegestaan wordt voor Nederlandse ondernemingen. Daarmee zie je ook dat de verslaggeving dus weer een nieuwe optie kent, waarbij je ook dat internationale model kunt volgen. Als je kijkt naar de verschillen tussen internationale regelgeving en de Nederlandse regels, of wat we vaak Dutch GAAP plegen te noemen, dan zie je eigenlijk dat die verschillen eerder toenemen op dit moment dan afnemen. Dat hangt in belangrijke mate ermee samen dat de International Accounting Standards Board regels uitvaardigt voor beursgenoteerde bedrijven, terwijl de Raad voor de Jaarverslaggeving in Nederland ook regels uitvaardigt voor niet beursgenoteerde bedrijven. En met name voor die laatste categorie spelen ook afwegingen als kostenbaten, toegankelijkheid van de informatie en ook de manier waarop kleinere bedrijven omgaan met het vergaren van informatie een rol. Dus daar zie je dat vaak eenvoudigere modellen van presenteren toch naast de meer complexe en uitgebreide presentatie die de ISB voorschrijft toegestaan worden. En dat levert dan meer verschillende mogelijkheden op en wat grotere diversiteit in regelgeving. Maar ook uiteindelijk voortkomend uit de verschillende doelstellingen van de internationale en de lokale richtlijngevers.